Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Peter. Ja? Alles goed? Jawat. Je bent al druk in de weer, zie ik. Ja. Zeg, voor mijn gerecht ben ik op zoek naar 3 kazen, waaronder iets ricotta-achtig. Maar ik weet niet, maakt jij zoiets dat erop lijkt? Wij maken het gelijk, jong. Ricotta zelf? Ja, ja, ricotta maken we. Ja. Het is alleen in Italië werd gemaakt? Nee. Is dat in België? Wij wonen hier in Limburg tussen de Italianen, dus wij hebben dat geleerd. Je hebt dat geleerd. Ja. Kijk, goed, maar misschien moet ik je eerst een beetje helpen voordat we dat gaan halen, want ik vind dat zo wel beleefd om direct uw kaas te komen proeven. Heb jij nog wat werk voor mij? Ja. Wat moet ik doen? Met persen. Met persen? Ja. Persen. Voilà, ça. En nou zijn die geperst, hè. Kaas maken wordt eigenlijk om 2 verschillende redenen gedaan. De eerste reden is melk langer houdbaar maken, of de voedingsstoffen die in de melk zitten langer houdbaar maken. En de tweede reden waarom dat altijd kaas gemaakt is, dat is om ervoor te zorgen dat je een hoop melk kunt bewaren op een klein plaatsje. Je hebt 10 liter melk nodig voor 1 kilo kaas. Hier is de ricotta, Peter. Ja. Hey, study. Top. Dat is hem. Oh, jongen. Hopla. Voilà. Dat is ricotta. Ah, ja, exact hetzelfde. Voilà. Allee. Op uw vakmanschap? Ja. Gewoon mooi. Een kaas zonder zout, hè. Dat was niet normaal. Die romigheid, die volle smaak, zo lekker. Ongelooflijk. Ik ben nog op zoek naar een tweede, een parmezaanachtige kaas. Heb je daar zoiets van? Daar hebben we ook, ja. Dus ja? De tomp is dat hier. De tomp? Ik moet dat, ja. Zo dunne schilfers. Ja. Voilà, ça. Ik ga het nu al weten, ik ga dat mega lekker vinden. 4 jaar oud. Ja. Ja, ja, smaak dat moet de tijd geven, hè. En is dat de oudste kaas dat jij hier maakt? Ik heb hem ooit 1 ouder gehad. Nog ouder dan deze? Ja, ja, ja. Die net 25 jaar gehaald. Dus, ja. Jawel. Oude gemak... 25 jaar? Ja. Oude gemak in de wijk dat we getrouwd zijn. En die hebben we laten liggen, ja? totdat we 25 jaar getrouwd waren. En dan heb je die opgegeten? Toen hebben we die opgegeten. We zijn allebei liefhebber van oude kaas en dat is een reden om samen te blijven. Hè? Dus oké, ik heb mijn ricotta, uw ricotta dat ik mag gebruiken. Ja. De tomp, parmezaanachtige. Maar ik kom naar hier voor de ster, een van de belangrijkste kazen van België. Ja. Achelse blauw. Hé, hey, lekker. Als blauw. Mawa. Wordt totaal anders gemaakt dan alle andere blauwe schimmelkazen. Wij persen de kaas niet. En als de kaas niet geperst wordt, dan had je geen gesloten structuur in de korst. Zit je dat hier heel barsten in. Hè? Ja. En die lucht die komt dus daar tussenin en dan gaat je schimmel groeien. En daardoor wordt je kaas door een duur zacht en smeug. Peter, dank u wel voor deze ongelooflijke les. Ik heb heel veel bijgeleerd. Ik vond het mega interessant. En je gaat zien, deze kaas gaat de hoofdrol spelen in mijn recept.